Over mijn werk, ik ben natuurlijk beeldend kunstenaar, ook trouwens docent beeldende vorming en beeldende kunst. En in al die richtingen is kijken natuurlijk het allerbelangrijkste. En daarom zijn kijken en zien en het oog wel de belangrijkste onderwerpen in mijn werk. Het is wel interessant, de eerste dag dat ik op de kunstacademie kwam, zei een docent tegen ons, wij leren jullie hier niet tekenen en schilderen, wij leren jullie hier kijken. En toen dacht ik, kijken, dat kan ik ook best goed, ik wil liever leren tekenen en schilderen. Achteraf gezien heeft die man zo verschrikkelijk gelijk gehad, tekenen en schilderen is kijken. En het andere interessante aan kijken is dat het je ook iets vertelt over jezelf, omdat we allemaal, als we naar hetzelfde ding kijken, verschillende dingen zien. Hoe intensief kijk je, vanaf welke kant kijk je, kijk je langer door of kijk je snel ergens naar. Dat zijn zulke leerzame momenten, vind ik. Dus dat kijken en zien vond ik ook met mijn leerlingen en vind ik ook altijd heel leuk om met mensen over te praten. Ook aan de hand van beeldende kunst. En en ook in mijn werk speelt het dus een heel belangrijke rol. Mijn werk is een ode aan het oog, kun je zeggen. Ja. Een van de dingen waarin ik het oog heb bestudeerd is een boekje wat ik heb gemaakt toen wij een paar maanden in Brussel woonden. En elke dag tekende ik een gezicht met een oog daarin. Met een gezicht met ogen. Maar het bijzondere is dat je door elke bladzijde heen naar het oog van de volgende persoon kunt kijken. Waardoor je eigenlijk ook met het oog van de ene bladzijde kijkt naar de mens van de volgende bladzijde. Het zijn allemaal zwart-wit technieken. Het legt de focus op het oog van de mens. En het oog natuurlijk als de iris en de pupil, maar ook, wat ik ook interessant vind, is de omgeving van het oog. Waar ligt het oog in het gezicht, in zo'n holte? En dat heeft ook wel echt mijn aandacht. De plek van het oog in het gezicht. Ja. Mijn liefde voor het oog vind ik terug in een aantal gedichten, maar mijn lievelingsgedicht is het gedicht van K. Schippers. Het is een liefdesgedicht en het gaat als volgt. Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien. De dingen hebben jou nodig om gezien te worden.